Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een get ready with me voor een heel leuk feest. Ik ga vandaag naar een Marokkaanse bruiloft van mijn vriendin Jasmin. Ze gaat vandaag trouwen en ja, ik ga me gewoon vandaag klaarmaken. Ik ga laten zien wat ik aandoe, mijn make-up, mijn haren. Zoals je kunt zien, ik heb gewoon nou even een knot. Ik heb mijn haren gisteren gewassen en ik ga het vandaag stylen. Dus vandaag ga ik weer gewoon helemaal laten zien hoe ik mij vanaf begin tot einde klaarmaak. Plus ik zal jullie ook nog meebrengen naar het feest en ook een beetje daar vloggen. Dus het wordt vandaag een extra leuke video. Als jij dit soort Get Ready With Me video's leuk vindt, ik heb er al 2 gemaakt. Ik plaats ze even hier in beeld. Ik heb een Get Ready With Me gemaakt voor een Turkse bruiloft en een Get Ready With Me voor mijn vriendin haar verjaardag. En die look is iets meer soft, maar ook nog wel heel mooi. Marokkaanse bruiloften zijn heel heftig. Vooral haar face, die is vooral heel erg heftig. Dus ik ga me ook lekker heftig opmaken. Dus blijf vooral even kijken als je wilt zien hoe ik mij ga klaarmaken. En hoe ik begin de video met een bloot billig gezicht. Ik heb me net helemaal opgemaakt voor een video en het er weer helemaal afgehaald. Ik begin de video al nu, want het is vandaag 1 dag van tevoren. Dus 1 dag voordat ik naar het feest ga. En ik ga vandaag even langs Kimma Couture. om te gaan kijken of ze een leuke jurk heeft voor mij. En dat heeft ze vast wel, want ik ben ook altijd model voor haar. En ik weet gewoon dat ze altijd leuke kleding heeft. Dus ik ga daar even heen en dan hopelijk slaag ik erin, want morgen is het feest al. En ik dacht, ik neem jullie gewoon alvast nu al mee. Jullie hebben net gezien hoe ik dus gisteren op zoek ben gegaan naar de perfecte jurk. In het Marokkaans heet het een taxeta, voor de mensen die dat niet weten. En dat is gewoon een traditionele Marokkaanse jurk die alle vrouwen dragen bij een Marokkaanse bruiloft. Nou, ik ga vandaag een beetje alles door elkaar doen, want ik ga beginnen met mijn haren, dan mijn make-up en dan ga ik weer verder met mijn haren. Dus ik ga beginnen met het eerste stijl maken van mijn haar. En dan pas ga ik me opmaken en na het opmaken ga ik mijn haar krullen en helemaal afmaken. Dus dat is een beetje hoe we het vandaag gaan doen. Ik ga nou even snel mijn haren stylen met mijn steampot. Deze vind ik heel erg fijn. Terwijl ik mijn haren ga doen, ga ik even een maskertje opdoen. Dit is een hydrating mask van Douglas. Die heb ik ooit gewoon erbij gehad bij een bestelling. Dus die breng ik even snel aan. En dan ga ik mijn haren stylen. Mensen, mijn haar is nou helemaal stijl. Het is echt super lang. Oh my god. Wacht, ik ga opstaan. Ik doe wel altijd een beetje olie in de onderkant van mijn haar. Ik maak een heel klein beetje, want mijn haar is altijd bij de punten echt best wel droog. Daar doe ik altijd een beetje olie. Zo, en that's it. Dan is het voor nu klaar met de haren. Ik ga straks weer verder. Want dan ga ik ook nephaar erbij doen en krullen en al die shizzle. Nou, ik ga nou even snel dit masker eraf halen. Nou mensen, masker is eraf en ik heb even snel mijn wenkbrauwen gedaan. Mijn huid is een beetje rood nou door het masker. Ik heb een best wel gevoelige huid, wordt best wel snel rood. Ik heb gekozen voor de bordeaux rode jurk. En ik ga ook voor een bordeaux rode ooglook, want dat is dan matchy met de jurk. Het paletje die ik ga gebruiken is mijn Huda Beauty Desert Dusk paletje. Die heeft prachtige bordeaux kleurtjes allemaal. Zoals je kunt zien, een beetje zo
deze kleurtjes hier. En hiermee ga ik even een leuk lookje maken. Ik ga weer vandaag voor een heftige look. Een shocker. Had je zeker totaal niet verwacht van mij. Dus we gaan beginnen met de ogen. Dus we zoomen even in weer. Ik ga even weer de lens veranderen. Oh, want ik heb geen zoomlens, die kan niet inzoomen. Ik moet wel zeggen dat masker heeft wel echt voor gezorgd dat ik echt een glow heb op mijn huid. Dat vind ik wel mooi. I like it. Even kijken, ik ga beginnen met het primen van mijn ogen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Ik ga beginnen met de licht oranje matte kleur, die heet Eden. Eden wordt mijn transitiekleur, dus met mijn grootste fluffy kwast uit mijn ogenkwast te set. Breng ik die zo aan, helemaal in mijn arcadeboog. Best wel hoog. Ik ga vandaag een beetje voor een cat eye halve cut crease look. En ik ga dus best wel veel kleuren op elkaar doen. Dus ik breng hem nou echt een beetje hoog aan. Zodat je hem straks nog wel kunt zien. En alles er gewoon zo mooi mee inblendt. Dan ga ik in met de meer oranje matte kleur. En die heet Blazing. Die breng ik niet too much aan. Maar die breng ik een beetje nou onder die andere kleur Eden aan. Dan pak ik de donkerbruine matte kleur, die heet Oud of Oud, in ieder geval OUD. En die pak ik een klein beetje van met de kleinste fluffy kwast uit mijn ogen set. En die breng ik aan een beetje onder die andere twee kleuren om het iets donkerder te maken en om het iets meer te definiëren. Dit is echt de fijnste kwast ever. Iedereen moet zo'n kleine blending kwast hebben. Je kunt er zo secuur mee werken. Dan pak ik de Bordeaux rode matte kleur, die heet Saffron. En dan met mijn platte fluffy kwast ga ik die eerst zo indrukken hier in de hoek. En dan breng ik het ook zo aan in mijn arcadeboog. En ik breng lekker veel aan, zodat het heel Bordeaux wordt. Want ik wil echt een Bordeaux ooglookje. Dus dit is de kleur die het moet gaan doen. En ik druk het er gewoon zo in de hoek. En dan blend ik het een beetje zo omhoog in mijn arcadeboog en ook een beetje zo naar buiten. Dat is het fijne aan een platte fluffy kwast. Je kunt dus gewoon zo deppen en ook tegelijk blenden. En ik breng het ook echt helemaal hier tot aan de binnenste ooghoek. En dan pak ik weer die grote fluffy kwast van in het begin en dan ga ik weer alles zo een beetje in elkaar blenden. Dan pak ik weer die lichtste kleur, Eden. En dan ga ik nog een beetje zo over de randen om het iets meer smoky te maken. So, I like it. Dan ga ik de halve cut crease maken. Ik gebruik hiervoor mijn Revolution Cut A Crease Canvas in de kleur medium. Zie je niet allemaal hoesten in mijn video? Allemaal hier doodgaan in mijn video. Dan pak ik de beetje roze Bordeaux glanzende kleur, die heet Turkish Delight. En ik maac mijn platte kwast nat met wat MAC Fix Plus. En die kleur breng ik dan aan zo over mijn hele cut crease. Kijk hoe mooi die kleur is. Dan pak ik weer een beetje van die matte Bordeaux kleur, saffron. En ik gebruik mijn kleinste fluffy kwast. Dan blend ik die een klein beetje in en zo hier met die glanzende kleur, zodat de overloop gewoon mooi is. En dan wil ik het natuurlijk nog heftiger maken. Dan pak ik ook deze pressed glitter, die heet Cosmo. Deze is echt prachtig. Kijk die kleur hoe mooi. En dan pak ik gewoon zo een beetje met mijn vinger. En dit ga ik gewoon zo random opdrukken. Voor gewoon een beetje extra pop van glitter. En ik dep echt, dus ik doe niet zo, ik veeg niet. Gewoon echt zo rustig erop deppen. Kijk hoe mooi, dat geeft gewoon toch net iets meer glitter. Kijk het verschil, ik heb het hier nog niet gedaan. Dat maakt het gewoon iets meer, iets mooier. Je kunt ook gewoon veel aanbrengen, je kunt doen whatever you want. Maar ik doe maar een beetje. Ik vind het dus echt altijd super als er een pressed glitter zit in een paletje. Net zo pas dit. En dat gebeurt nou ook steeds vaker. Ik zie het steeds vaker dat ze gewoon in een normaal oogschaduwpaletje ook een pressed glitter doen of een aantal. En dat vind ik echt ideaal. En dan kan ik dus allemaal dit soort fratsen uithalen. En dat vind ik echt mooi. Want ik wil altijd gewoon maar één paletje gebruiken. Ik wil niet allemaal mixen en zo. Want dan is het ook moeilijker om mijn looks na te maken. Dus ik hou het altijd gewoon op één paletje. Zodat als iemand de look wil maken, dan hoeft hij maar één paletje te hebben. In plaats van vier verschillende. Dus dit vind ik zo echt heel erg mooi. Dan pak ik ook mijn Huda Beauty eyeliner. En dan maak ik ook een wing. De losse glitter heeft wel echt fallout, zoals je kunt zien. Dus let daar wel mee op, maar ik heb nog niks op mijn gezicht. Dus ik kan het er gewoon makkelijk afhalen. Als mascara gebruik ik mijn Rituals 3-in-1 mascara. En dan als wimpers gebruik ik Tati Wimps in de stijl TL4. Zijn best wel extreem, zijn heel erg lang, maar niet heel vol. Waardoor je toch nog wel de ooglook eronder door kunt zien, er doorheen kunt zien.
Dus deze zijn ideaal voor de look, denk ik. Die ga ik even opdoen. Dan ga ik de fallout weghalen. En dan gaan we beginnen aan mijn gezicht. Ik ga nu beginnen met het primer van mijn gezicht. Als primer voor mijn hele gezicht gebruik ik mijn By Kelsha primer. En voor mijn poriën gebruik ik mijn Benefit Professional. Dus ik ga de twee mixen. Het is nu 12:30 in de middag. Het feest is tot ongeveer 12:30 s'nachts. 1:00 s'nachts. Dus mijn make-up moet er echt zeker 12 uur goed op blijven. Dus ja, we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het zo lang als kan gewoon goed blijft zitten. Dan pak ik een beetje van de Professional. En die breng ik dan gewoon zo aan hier bij mijn poriën. En dan ook een beetje zo bij mijn voorhoofd. Dan gebruik ik mijn Juvia's Place Eye & Magic Foundation. In de kleur 620. Ja, Fes 620. Deze dekt volledig. Deze is mat en blijft ook langer zitten. Ik heb hem al 1 keer 18 uur opgehad. En hij bleef echt gewoon 18 uur goed. Dus ik hoop nou ook weer. Als concealer gebruik ik mijn Elf concealer in de kleur medium sand. Is absoluut geen medium kleur. Het is echt een lichte kleur. En ik ga ook cream contouren met mijn Juvia's Place Stick in de kleur Jacmel. Dat is een mooie donkere warme kleur. Die concealer heeft echt mijn hele gezicht verlicht. Kijk dit, echt prachtig. Als poeder gebruik ik mijn Bio Tulin Hydralon poeder. En dan ook nog poeder contouren met mijn NYX poeder contour paletje. Met deze kleur. En dan als laatste poeder nog een pressed poeder om het hieronder mooi smooth te maken en nog extra te verlichten. Normaal gebruikte ik altijd mijn Benefit Hello Flawless, alleen die is niet meer te koop. En nu hebben ze de Hello Happy Velvet poeder in de kleur 2 heb ik hem. Dus de op 1 na lichtste kleur. Is ook gewoon een matte pressed poeder. Ik heb hem ook in de kleur 1, ik heb die gehad in PR. Alleen kleur 1 heeft een meer roze ondertoon en 2 is meer geel, dus dat is iets meer matchy met mijn huidskleur. En die breng ik dan nog aan, gewoon ook met mijn spons. Breng ik dan nog een beetje zo extra aan onder mijn ogen voor iets meer dekking en als het iets meer wordt verlicht. En ik vind die ook heel fijn, dus ideaal. En dan een beetje MAC Fix Plus spray op mijn gezicht. Ik ga even mijn ogen snel afmaken. Ik pak weer mijn Huda Beauty Eyeliner. En die heeft ook een oogpotloodje aan de andere kant. Dus echt ideaal zo. En die ga ik aanbrengen op mijn onderste waterlijn. En dan pak ik weer de matte Bordeaux Rood. En die ga ik uitblenden met de lichte kleur Eden. En die breng ik aan op mijn onderste waterlijn. Nee, op mijn onderste wimperrand bedoel ik. Pak ik weer mijn mascara. En die ga ik dan ook aanbrengen op mijn onderste wimpers. Dan pak ik deze prachtige glanzende champagne kleur. Die heet Nefertiti. Als ik het goed uitspreek. Oh nee, Nefertiti heet die. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoeken. En ook een beetje onder mijn wenkbrauwen. Dan ga ik mijn gezicht bronzen met de Benefit Hoola Caramel. Deze heb ik net nieuw. En dit is dus een iets meer donkere, warme versie van de normale Hoola bronzer. En ik vind hem prachtig. Ik heb hem gisteren gebruikt. Voor de eerste keer. En ik vond hem echt mooi. Dus I like it. Als blush gebruik ik mijn Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. Pak ik weer mijn poeder. En ik wil het hier ietsje strakker maken. Mijn dress is echt Bordeaux rood met goud erin. Dus ik wil ook een golden glow hebben. Ik gebruik mijn Huda Beauty Highlighter paletje. En dan pak ik deze prachtige gouden kleur. Nou, de poeder kan er ook weer vanaf. Ik ben nou echt één mooie golden glow. Ik vind de look echt heel mooi. Dan de lippen. Ik zat te denken om ook Bordeaux rode lippen te doen. Maar dat is misschien een beetje too much. Dus ik ga gewoon voor een nude lipje. Ik wil het wel echt extreem nude hebben. Dus ik gebruik mijn MAC Lip Pencil in de kleur Etc. Dan gebruik ik mijn BA lipstick in de kleur 1 Blossom. Die is ook heel nude.
De lipstick is al heel creamy, dus op zich hoef ik geen gloss meer op te doen. Maar ik ga het toch doen. Ik gebruik mijn Jeffree Star Lip Gloss. In de kleur Legends Only. Dit is dus echt ook weer een nude kleurtje. Zo, dit is dan de make-up look. Ik ben er echt blij mee. Dan als laatste wil ik ook nog dat het echt lang goed blijft zitten. Dus ik gebruik ook nog een beetje fixing spray. Dit is de Morphe X Jeffree Star Setting Mist. Zo, nou is de make-up klaar. Nou kan ik verder gaan met mijn haren. Die zijn al helemaal stijl. Dat hebben we net al gedaan. En nou ga ik er nephaar in doen. En nou ga ik het krullen en al die dingen. Nou ga ik hem gewoon helemaal afmaken. Ik vind het niet echt heel leuk om mijn haar te moeten doen altijd. Dus vandaar dat ik het dus in twee stappen doe. Want wanneer ik heel mijn haar stijl ga maken en helemaal ga klaarmaken in één keer, dan heb ik midden in het proces al geen zin meer. Dus vandaar dat ik mij midden in het proces ga opmaken. Want dan doe ik weer iets leuks en dan daarna kan ik weer verder gaan met mijn haren. Ik heb clip-ins die ik ga indoen voor extra lengte en extra volume. En ik ga mijn haren krullen met mijn Babyliss krultang. Die heb ik echt een paar jaar teruggehaald bij de Kruidvat voor 30 euro. Ik weet niet of hij er nog is. I'm not sure. Moet je even online bekijken. Ik spoel dit stuk gewoon door. Dus als je echt een uitgebreide video wilt zien over mijn haren, die staat al op mijn kanaal. Ik heb er volgens mij al 2 gemaakt. Dus check die als je echt uitgebreid wilt weten waar ik mijn haar vandaan heb en hoe ik het echt helemaal precies doe. Nou, dit is dan mijn haarlook. Ik heb mijn nephaar ingedaan. Ik heb het gekruld. Het is nou helemaal zo mooi. Ik zal even de achterkant laten zien. Dit is de achterkant. En dan gewoon zo hier achter mijn oor. En mensen, de truc is heel veel haarspray. Ik gebruik André Lon Bico Volume haarspray. Deze is echt super fijn. En ja, ik ben heel blij met mijn haren. Ik ben blij met de look. En dit was het dan. Dan ben ik gewoon nou helemaal klaar voor het feest. En ik neem jullie ook mee. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!